Ik heb in deze video Mixine Diamonds gestolen door middel van een wensput. Alleen ga ik de diamonds niet teruggeven. Ik wil een chestplate maken, oké? En daarom heb ik het geweldige idee om samen met Mick de diamonds van de pro te gaan stelen. Alleen mag de pro ons natuurlijk niet zien, dus wil je nou helpen? Druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Wow, ik ben onzichtbaar nu. Dat was niet de bedoeling. En als eerste is het tijd om even naar Mick toe te gaan, want die moeten we wel overhalen voor dit idee. Hij moet wel meehelpen, anders kan ik niet met Mick de diamonds van de pro stelen. Oké, laten we eens even kijken of hij thuis is. Hallo Mick, klop klop, ben je thuis? Ja, ik ben zeker thuis, wacht. Daarvoor. Ik blijf gewoon wachten hierbij. Hallo Mick, alles goed? Wil je even je zwaard uit je hand doen? Ik vind het een beetje gewelddadig zo. Oké, nou. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet op de tweede kerstdag. Nee, ik was even lekker aan het genieten van deze kip. Oh, lekker man. Ja, hij ziet er wel. Krijg je dit helemaal in je eentje op? Zeker. Oké, nou Mick, ik kwam hier eventjes omdat ik jouw hulp nodig heb vandaag, eigenlijk. Jij komt ook alleen als je even hulp wil. Ik denk, je komt gewoon lekker vrolijk op bezoek. Nee, dat kom ik niet. Ik kom echt voor jouw hulp. Ik heb namelijk een vraag, want ik heb dus laatst met die wensput misschien een paar diamonds van jou gestolen. En dat, ja, zit me toch niet helemaal lekker. Ja, die kom je teruggeven. Nee, ik had een veel beter idee. Ik hou die diamonds gewoon en jij kan mij dan helpen om de diamonds van de pro te stelen. Hè? Oké, maar mag ik dan die diamonds houden van de pro? Dan splitten we ze door twee en dan... Maar ja, houdt mijn diamonds en we splitten het ook nog eens. Ja, dat is wel het idee. Ja, Giel, ik vind dat je me wel een beetje moet verwennen dan, want je hebt me best wel de vorige keer gewoon best wel boos gemaakt met je prank. Ja, wat wil je hebben? Ik wil gewoon cadeautjes. Zo, ik ga lekker cadeautjes, bij het kampvuur zitten. Weet je wat, Mick? Hier, ik heb lekker wat eten voor je, dat mag je hebben. Nee, dit heb ik al de hele dag gegeten, dus dat hoef ik niet. Okay. Oh, dat vinden de honden wel lekker, denk ik. Ja. Oké, wat wil je dan hebben? Hier, Olly en Moos, vies eten van Giel. Je gaat toch niet dat eten aan die honden? Nou, maakt niet uit. Wat wil je dan hebben? Weet je wat ik lang niet heb gehad? Iets van schapenvlees of zo. Schapenvlees? Ja, doe dat maar. Goed. Nou, Mick, als ik jouw schapenvlees kon brengen, help je me dan om de pro, zeg maar, even aan te pakken door de diamonds te stelen? Ja, misschien wel. Oké. Nou, misschien, hè? Ik hoop het maar voor je. Misschien. Ja. Nou, ik hoop echt dat Mick me gaat helpen. Anders heb ik een groot probleem. Want ik heb Mick wel nodig voor mijn plannetje om de diamonds van de pro te stelen. Oké, laten we hier maar de schuur in gaan. Gelukkig is het niet heel erg ver. En dan ga ik gewoon alle witte schapen killen. Want die paarse, die wil ik wel graag houden. Daar heb ik dat wol nog van nodig. En zo, hoppakee. Nou, ik denk dat ik lekkere vlees heb nu. Oh, die moeten hier blijven. Hoppakee. Even kijken hoeveel vlees heb ik. Ik heb 5 vlees. En dan moet ik dat... misschien moet ik dat wel eventjes bakken in Mick zijn huis. Want anders dan is het misschien een beetje vies om zo rauw op te eten. Hallo Mick, ben ik weer? Sorry. Ik was al in slaap gevallen. Het is zo lekker hier. Ja, dat snap ik. Mick, ik heb hier voor jou wat vlees. Hier, alsjeblieft. Rauw? Ja, heb je geen oven of zo? Nee. Wil jij dit even thuis even bakken? Oké, is goed. Ik ben onderweg. Je vreet je vlees. Ja, die mag je hebben. Ik heb nog genoeg. Oké, nog eventjes van Olly. Ja, doe maar. Oh, nu moet ik dus helemaal naar huis omdat Mick geen oven heeft. Hoe kan je zo'n groot huis hebben en dan geen oven? Ik snap er helemaal niks van. Oké, even kijken. Wat stond mijn oven ook alweer? Voordat ik dadelijk zelf geen oven heb, dan spreek ik mezelf wel een beetje tegen. Jawel, ik had hier aan de linkerkant. Ja, kijk, hoppakee. Dan doe ik dit erin. En ik brand het wel gewoon op trapdoors. Waarom moet ik niet? Even kijken. En dan ga ik hier ook nog wat trapdoors in doen. En dan brandt het net een stukje sneller. Hoppakee. En dan moeten we heel eventjes. En dan moeten we heel eventjes wachten. En dan is het dadelijk klaar. Yes. Even kijken. Deze is klaar. Deze is klaar. Hoppa. En dan moeten we hier nog wachten op dit stukje vlees. En dan is al het vlees klaar. En kunnen we het naar binnen brengen. En dan hoop ik. Dat is ook nog maar de vraag. Dat hij me mee gaat helpen om die diamonds daadwerkelijk ook echt te stelen. Want anders dan ben ik een beetje pissig. Mick. Hallo. Hallo? Kom maar binnen hoor. Kom maar binnen, de deur is open. Oké, Mick, kijk eens even. Wat ben je nou aan het doen? Oh, ik had nog wat schapenvlees in de koelkast. Ik dacht... Wat? Ja. Mick, wat doe je nou? Weet je wat? Hier, alsjeblieft. Nee joh, hou maar. Ik heb genoeg schapenvlees. Oké. Maar wil je me wel helpen dan, op zijn minst? Ja, ik wou je eigenlijk al de hele tijd helpen. Maar ik wou je even terugpakken dat je mijn diamonds hebt gestolen. Ja. Oké, Mick, ik snap het, oké? Ik ga je niet boos om worden. Maar ik ben wel boos. Maakt niet uit. Ben je boos? Okay. Oh, nou, dan doe ik niet mee. Nee, ik ben helemaal niet boos. Mick, ik ben blij. Ik ben blij. Ik ben zo blij dat je meedoet. Dat je me helpt. Gelukkig. Wie heeft dit eigenlijk gedaan? Wat is dit nou weer zo? Wat is dit?
Heb jij dat gedaan? Gedaan met de kerstviering gisteren. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij op het hoofd van de noob zou vallen. Was heel grappig geweest. Mick, jij kent de pro best wel goed, toch? Ja, ja, zeker. Ja, ik dacht misschien heb jij wel een goed idee hoe dat we die duimers kunnen stelen. Moet ik ook nog bedenken hoe we het gaan doen? Nou, weet ik veel. Misschien jij heb jij een idee. Jij komt gewoon naar mij toe kan ik zelf en dan... ook wel een idee bedenken. Weet je wat ik ga doen? Okay, vertel. Oké, ik klop gewoon bij de pro aan. Ik leid hem een beetje af. En dan ga jij ondertussen ga jij naar binnen en dan pak je gewoon die duimers. Oké, maar dan moet je wel echt zorgen dat de pro niks door heeft. Nee, ja? Dat kan ik wel heel goed. Weet je wat ik anders doe? Ik zorg gewoon ervoor dat pro even naar mijn huis komt of zo. Dan heb je echt alle tijd. Ja. Oh, ja, dat is nog een beetje. Mick, ik denk trouwens dat ik best wel... Die appartementen zijn niet zo groot. Als jij hem gewoon hier beneden aan de praat houdt, dan ga ik heel stilletjes naar boven, ja? Pro-speler! Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Hey. Ben je aan het roepen? Mijn toilet is verstopt. Je toilet ja, is verstopt. Ja, het stinkt echt super erg bij Mick, bro. Je moet even komen, want jij snapte dat je dat moet maken, want jij bent pro. Ja, precies. Waar hebben jullie het kom, dan kom over? Maar even naar kom beneden. Kom maar even naar beneden, joh. Kijk nou, eens. Waar is je toilet? Ik moet nog even wat spullen uit mijn oude huis pakken. Verrassing! Ik heb koffie voor Hans. Mick, waar is de toilet? Nee, dat was een verrassing. Ik was niet echt toilet. Hier, kijk. Kom even lekker zitten hier in de keuken. Oké. Okay. Ik heb hier lekkere hete chocolademelk voor jou. Ik wou je gewoon... Kijk. En ik heb nog veel meer voor jou. Wacht heel even, hoor. Blijf hier even zitten, ja? Waar heb ik dit aan te danken? Blijf hier even zitten. Ik heb nog meer voor je. Hallo, jongens. Mick, volgens mij... het stinkt niet meer in ieder geval. Dus, nee. Ik heb iets anders gedaan. Is het gelukt? Is het gelukt? Wat heb je gedaan? Nee. Ik heb elke kist gehad, maar er zat helemaal niks in. Ah, ik ben je cadeau kwijt. Het spijt me, man. Hey, ik ga weer. Doei. Doei, pro. Doei. Mick, we moeten echt een ander idee verzinnen. Oké, dit was misschien niet zo'n goed idee. Nee, inderdaad. Ik weet ook niet wat we wel beter kunnen doen. Oké, laten we even nadenken. Mick, ik weet niet wat we nog kunnen doen. We zitten hier al best wel een tijdje te denken. Klap, maar... klap. Oh, is de noob er weer. Klap. Ja, kom maar binnen. Staat de noob nou voor de deur? Ja. Hallo. Hi. Noob, de cadeautjes zijn op. Oh, nee. Ja, ze zijn helemaal op. Nee, ja. Wow, ik besef nu, Noob, dat je ook een sneeuwpop trui aan hebt. Ja, sneeuwpop en een pop. Maar ik heb ook een sneeuwpop trui. Jo, je hebt echt een mooie trui, heb jij. Ja, wij zien er echt hetzelfde uit vandaag. Mick, wacht. Noob, ga ze eventjes naar buiten. Ga ze even naar buiten als je Ga maar naar het hondenhok, Noob. Hier. Ja, ga maar even naar... Oh ja, ga maar eens even kijken bij het hondenhok. Ja. Oh, ja, wat mooi. Oké, Mick, kunnen we niet gewoon de Noob vragen of dat hij eventjes naar de pro toe kan gaan om gewoon om diamonds te vragen? En dan denk je dat de pro dat geeft? Nou, de Noob is best wel Noob en hij heeft nog geen diamonds. En misschien dat de pro zoiets heeft van, weet je, het is tweede kerstdag. Dit doe ik wel gewoon even. Dat kan toch? Ja, ik vind het wel... Waarom doen we dit eigenlijk op tweede kerstdag? Maakt niet uit. Nee, maar we moeten diamonds, oké? Okay? Ik heb jou bestolen, ik voel me schuldig, dus nu moeten we de pro bestelen. Dat is niet hoe het normaal gaat, maar ik... Nee, maakt niet uit. Zullen we het zeggen? Zullen we het vragen? Ik doe alsof jij... Dit is allemaal jouw idee. Ja, is goed. Noob, hallo? Hallo, Big Bang. Hey. Hallo, Noob, wij hebben een idee samen bedacht. Kun jij eventjes voor ons naar de pro toe gaan en vragen of ik je wat diamonds mag? En dan die diamonds aan ons geven of zo? Hey, ja, dat is goed. Oké. Wow, Mick, dit ging heel erg makkelijk. Ja. Ik zal diamonds vragen, want hij heeft allemaal diamonds. Zo ziet hij er ook uit. Dus hij zal wel heel veel diamonds hebben. Misschien dat hij mij wel... Ja, en dan krijg je van mij wat dirt. Dirt? Voor de diamonds. Zeker weten. Ja, dat missen? Ja, tuurlijk. Oké. Noob, dit is een supergoed idee. Kom. We gaan naar de pro toe. Zal ik hier blijven, Giel? Of, is goed. Blijf jij maar even hier. Okay. Maar ik heb je dadelijk misschien ook nodig als het niet lukt, toch? Oké, Noob, hier woont de pro, dus ik zou zeggen, ga maar naar hem toe en dan blijf ik hier beneden wel wachten. Ben je gewoon in het appartement, denk je dat hij zal zijn? Ja, dat denk ik. Hallo, Ding Dong, Big Bang. Hallo? Hey, pro! Hallo! Hoe is het? Wat is er, Noobie? Ik wou je wat vragen. Oké, vraag maar raak. Ik weet dat jij altijd supergoed bent. En heb jij dan misschien al diamonds gevonden? Ik heb wel een paar diamonds gevonden, Heb jij een paar diamonds? Nou, ik heb er namelijk geen. En het is in de gedachte van de kerst dat we doen delen met z'n allen. Dus ik dacht, misschien wil je mij wat diamonds geven. Het is niet dat ik ze niet aan je wil geven, maar het is een beetje... apart om cadeautjes te vragen tijdens kerst. Vind je dat ook niet? Dan krijg jij wat dirt van mij. Nee, Noobie, zo werkt het helaas niet.
Nee, sorry. Ik hou mijn diamonds voor nu even. Ik kan je wel een ander leuk kerstcadeautje geven. Wacht even. Eens even kijken. Nee, dit gaat niet goed, jongens. Alsjeblieft. Jullie vinden kijk veel mooier. Ja, precies. Hoppakee. Kijk eens aan. Okay. Nee, helemaal. Dit is echt een topcadeau. Okay, geen probleem. Hè. Hey, veel plezier, Noemi. Fijne kerst. Oké, dank je. Jij ook. Ik heb het een beetje gehoord. Het is niet gelukt volgens mij, hè? Jawel, want ik zou toch dicht krijgen van Mick? Voor de diamonds? Ja. Maar ik heb nu al gewoon dicht. Dus ik hoef helemaal geen diamonds meer te geven. Oké. Laten we dit goede nieuws maar eens even tegen Mick vertellen dan. Dan hoeft hij zijn dicht ook niet te delen. Daar zal hij ook blij mee zijn. ja, dat denk ik ook. Mick, hallo, klop. Oh, ja. Hi. Kom binnen. Er is wat gebeurd. Het is gelukt! Nee, het is niet gelukt. Oh, het is niet gelukt. De noob heeft direct dirt gekregen van de pro, omdat de pro niet wilde dat de noob vroeg om cadeautjes. 8 dirt heb ik. Ja, maar ik wil je echt 300 dirt geven. Ja. Is dat meer dan 8? Ja. Ik wou je 5 dirt geven, dat is meer dan 8. Noob, kun je niet gewoon voor ons even die diamonds gaan stelen ofzo? Of iets? Stelen? Maar dat mag niet, jongens. Weet je wat ook niet mag? Dit. Dus, kijk. Ja, inderdaad. Dus je gaat het gewoon voor ons stelen, Noob. Je gaat het voor ons stelen. Au. Kom op, Noob. Ga gewoon naar binnen. Ga gewoon aan hem vragen of dat je die diamonds mag hebben. Oh, nee, ik bedoel niet vragen. Stelen, oké? Stelen? Oké. Ik ga eens stelen. Oh, Noob. Kom. Hallo. Hallo, oké. Noob, kom. Mick, waar ben jij? Stopt, wat denk jij dan? Ja, weet ik niet. Waar gaat hij nou heen? Hij gaat naar dat veld of zo. Wat is hij aan het doen? Die heeft hij volgens mij zelf gemaakt. Ik heb geen idee. Ik doe zoveel rare dingen vandaag. Nou, net weer. Ik loop naar buiten en in één keer staat iedereen er en scharrelen ze allemaal weg. Echt apart. Nou ja. Hij vindt het apart, jongens. Ik denk dat hij iets door heeft. Oh, nee. Kistje gemaakt, zo. En die ga ik... Hij gaat een kistje maken. Wat gaat hij in dat kistje diamonds, doen? Diamonds. Oké, dat denk hier ik wel. Onder het gravel ga ik die leggen. Onder het gravel. Oké. Ja, dit is goed. Dit is helemaal top. Zo. Hey, jongens, geen ruzie maken. Kom, we moeten even stil zijn. Hij heeft hem daar geplaatst. Kom. Jongens, kom even hierheen. Hij komt eraan. Mick, sta je nou te kijken, man? Kom, deze kant op. Kom. Mijn zwaard. Oh, hey, Mick. Niks. Noob. Met mij is alles goed. Bij die gravel eventjes die kist pakken, ja? Hoi, bro. Doe maar uitgaven. De diamonds, kom die maar brengen, oké? Oh, dankjewel. Hey, ja. Kom, snel. Zeker weten. Mick. Pro, hallo, pro. Hey. Even een beetje een fijne tweede kerstdag vandaag. Ik ben pro. Dus oké, maar jullie zijn apart aan het doen. Wat is er aan de hand? Oh, apart. Oh, helemaal niks. Ik ga naar mijn appartement. Mick, moeten wij niet verder of zo? Ik ga naar mijn verder. Nou doen jullie het weer. Wat is er aan de hand? Niks. Ik ga zwemmen. Fijne kerst. Zwemmen. Mick. Kijk, de noob is al de dingen aan het uitgraven. Zie je dat? Oh, wat? Noob? Nee. Dat moeten wij doen. Noob, kom eens hier. Ja. Er zaten helemaal geen diamonds in. Huh? Wat zaten er geen diamonds in? Nou, misschien zaten er wel diamonds in, maar dan moet ik heel veel dirt hebben eerst. Hier, dit is 300 dirt. Alsjeblieft. Is dit 300 dirt? Ja, dat is 300 dirt. Oké, dan heb ik hier 3 diamonds. Ik wilde ze hebben. Oké, Mick, weet je wat? We hebben nou van de pro gestolen, we zijn niet heel erg goed met de kerstgedachten vandaag. Maar, weet je wat, ik heb laatst die diamonds van jou gestolen, dus jij krijgt hier 3 van mij. Dankjewel. Noob heeft ze. Noob. Weet je wat, Noob? Wacht, Noob. Hier, kijk, ik hier heb je nog een keer 300 dirt als je ze nu naar Mick gooit. Okay, hier, 300 dirt, nog een keer. Oké, Mick. Gaan we halen! Gaan we halen. Mick, lekker. Ben je een beetje blij met je diamonds? Ja, ik heb jou iets van 7 diamonds gegeven, dus... Dat is helemaal niet waar. Nee, Mick, ik weet echt niet waar je het over hebt. Oké. Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei!